Mark, als laatste bij de politiek zou ik bijna willen zeggen, als laatste op de bank. Ja. Maar je hebt vast een verhaal te vertellen. Ik heb altijd wel verhalen te vertellen. Maar goed zo, maar we gaan het doen met de vragen die op mijn briefje staan. Goed. Als eerste, wat doe je voor werk? Ik ben eigenaar van juridisch intassobureau. Jongeren in intassosupport. Oké. Okay. Ja. Nou. Hoe ziet je gezinssituatie eruit? Ik ben vrijgezel en ik woon momenteel nog bij mijn ouders thuis. Ja. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn films kijken, gewoon muziek vind ik erg leuk. Ik vind het leuk om het land in te gaan. En sport vind ik erg leuk om naar te kijken. Ik ben heel veelzijdig. Oké. Okay. Hey, en films? Maar je hebt ook vaste favoriete muziek, stijl, band? Nou, mijn muzieksmaak is heel breed. Van Elvis Presley tot en met Robbie Williams en mijn Jackson tot de Beatles. Ja. Heel breed. Oké. Okay. Ja. Wat is je favoriete vakantieland? Mijn favoriete vakantieland is de Verenigde Staten. Aha. Ja. Kom je daar vaak? Te weinig, maar het is gewoon erg leuk om erheen te gaan. De mensen zijn heel open, heel vriendelijk, heel erg nieuwsgierig. Ben ik zelf ook, dus daarom. Ja. Wat is het beste boek wat je ooit gelezen hebt? Mijn beste boek wat ik ooit gelezen heb stond op mijn boekenlijst. Dat was De Eeuw van mijn vader, van Geert Mak. En dat gaat over Nederland eind 19e eeuw tot en met de jaren 80. Ja. En dat vertelt over de verandering van de verzuiling naar de ontzuiling. Ja. Heel interessant. Ja, en dat heb ik veel van geleerd. Ja. Wat is je lievelingseten? Italiaans. Dat kan je me echt wel aan maken. Is het niet Italië als land, komt het Italiaans eten. Ja. Nou, hey, wat is je favoriete drankje? Mijn favoriete drank is een Bacardi Cola. En je favoriete sportclub? Ja, Feyenoord natuurlijk. Mm-hmm. Wat is je favoriete plek in Sliedrecht? Ja, Sliedrecht heeft heel veel plekken die in mijn hart zitten, qua herinneringen. Maar ik heb toch altijd wel leuke herinneringen aan de haven. Dat daar leeft, het leeft altijd daar, er gebeuren altijd dingen. Dat speelt me erg aan. Oké. Okay. Ja. Nou, dat waren de vragen al, jong. Het gaat snel. Mm. Ook voor jou, de 5 dilemma's. Nou, je hebt hem vast al een aantal keer beantwoord in je hoofd. We gaan beginnen. Het bad of de douche? De douche. De club of de kroeg? De kroeg. De kroeg. Ja. Voorgerecht of dessert? Allebei. Alles. Ja. Ochtendmensen of een nachtbraker? Nachtbraker. Ja. Laat naar bed? Ja, af en toe wel. Mm-hmm. Van zaterdag of zondag af en toe laat naar bed. Dus. Oké. Okay. Ja. Vlees of vis? Vlees. Ja. Dat waren de dilemma's. Ja. Jij hebt het loodje getrokken met kop of munt. Mm-hmm. Ik ga de kaarten bijzoeken. Het gaat over het volgende. Even mijn kaart zoeken hoor. Je mag een onderwerp in je hoofd nemen waar jij graag iets meer over zou willen vertellen. Daarbij mag je kiezen kop of munt. Mm-hmm. Dan mag je met de euro, mag je daadwerkelijk kop of munt. Waar ga je voor kiezen? Laat ik dat eerst vragen. Wow, dat is lastig. Kop of munt? Kop. Jij gaat voor kop. Ja, gaat voor kop. Als je op kop valt, dan mag je je eigen vrije onderwerp mag je iets meer over vertellen. Heb je het onderwerp ook al in gedachten? Criminaliteit. Criminaliteit, ja. Aha. Ja. Dat hoort bij kop. Als het munt wordt, dan heb ik er eentje voor jou. Is goed. Ja? Oké. Okay, nou, alsjeblieft. Wat wordt het? Niet kijken als je het neerlegt. Ja. Ja, kom maar op. Oh, nou, dan valt hij nog een keer. Laat hem liggen. Wat wordt het? Kop. Kop. Nou, vooruit. Ja, criminaliteit. Ja, wij vinden gewoon dat Sliedrecht gaat heel veel goed. Het is een hele veilige gemeente. Ja. Maar toch willen we graag heftigheid en vriendenzucht aanpakken. Want wij denken dat het anders kan. En wij vinden het heel belangrijk dat er gewoon een keer wat aangedaan wordt. Mm-hmm. En momenteel wordt heel veel met de mantel de liefde bedekt. Ja. En wij denken door inzetten van BOA's, camera, toezicht, om heel veel ellende laten af te nemen. En ja, een heftigheid, wat bedoelen we daarmee? Afval op straat niet laten slingeren, hondenpoep niet opruimen. En wij vinden gewoon dat een boa's moeten worden ingezet om dat hand te haven. Mm-hmm. Moet dat het hele jaar door? Nee, wij denken alleen dat er bepaalde gebieden waar er heel veel hondenpoep ligt of heel veel afval op straat ligt. Ja. Doe dat bijvoorbeeld 3 maanden en dan zal het afnemen. Want als mensen bekeuringen krijgen, dan denken ze, oh, dat is niet leuk, dan laat ze het uit hun hoofd.
Mm-hmm. En daardoor werd Sliedrecht schoner en daardoor zijn de Sliedrecht tussen met zijn dorp. Ja. Nou, ja. Dat heb je heel duidelijk gedaan, ja. 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 Dan zou het fijn zijn als je daar ook echt daadwerkelijk de kans voor krijgt. Ja. Laten we de zetelverdeling eens in gaan vullen. Ja. Je mag een stift pakken. Nou, van een keer naar de kleur doen van de Partij van de Arbeid, dat is wel leuk. Ja, past ook leuk in het rijtje. Oké. Okay. Het is de bedoeling dat je eerst het aantal gaat invullen bij je eigen partij. Mm-hmm. En daarnaast de verwachtingen aangeeft wat het voor de andere partijen zal worden. Ja, is goed. Nou ja, wij zijn heel erg positief. Ja. Wij gaan van 3 zetels. Voor 3? Ja, want we kijken gewoon naar de landelijke trend. En de lokale partijen zijn in. Ja. Nou, welke partij moet het al gaan? Nee, je mag het zelf, ja, tuurlijk. Nou, ik denk dat de SGP gaat er eentje af. En dan komt bij het CDA. Want die zijn hervormingsgezind op bepaalde gebieden. Ja. Plus die zegt, is een lokale partij en de best van 5. Ja. Partij van de Arbeid, ik vind het heel lastig. Want ja, die doen heel veel goede dingen, maar voor geen moes. Ja, ik zet de twijfel tussen 1 en 2. Dus ik ga gewoon schrijven, net zoals dat, ik ga gewoon schrijven, 1, 2. Ah, ja? Wat zal er omhangen? Ja. VVD gaat er 1 verliezen. Gehalveerd, 1. En D66 is gewoon een positieve nieuwkomer, sympathiek in deze gemeente. Landelijk vindt ze niet sympathiek, maar toch gaan ze 1 zetel krijgen. Alsjeblieft. En gevuld. Ja. En daarmee maak je eigenlijk het hele bord vol. Ja.